FC Eindhoven won de laatste drie seizoenen alle uit- en thuisduels tegen RKC Waalwijk. Nu zijn we dus in het Mandenmakersstadion en is de thuisploeg in de aanval via Ahmad Kairo. En is daar de eerste kopbal van Noël de Grauw. De Grauw die vandaag in de basis begon van de ploeg van Peter van den Berg in de plaats van Baggerman. Twee ploegen dus met allebei twee puntjes slechts uit vier duels. Kwasten namens de thuisploeg met een goede voorzet en de kopbal voorlangs van Roland Bergkamp. Zo begint RKC goed aan de wedstrijd. Maar Eindhoven heeft hier ook veel ruimte met Kabangu, de Belg. Die wordt aangetikt en dus is de vrije trap voor FC Eindhoven de overtreding van Paul Kwasten. Vaassen zet de muur op de goede plek en dan is dit een goede inzet van Fries de Schilder. Maar de redding mag er ook zijn van Vaassen. De Schilder vandaag speelt hij zijn 150ste wedstrijd voor FC Eindhoven. Dan een vrije trap aan de andere kant. En dan is daar een valpartijtje. Aanvoerder Jan Lammers gaat onderuit. En dan besluit Edwin van der Graaf om een strafschop te geven. Sebastiaan de Wilde begrijpt er niets van, want daar is nauwelijks iets aan de hand. Maar we weten allemaal, er zijn tegenwoordig scheidsrechters die daarvoor fluiten. Van den Berg mag ze dus niet klagen met deze strafschop. Kwasten schiet, Swinkels redt. En wat een misser dan vervolgens ook nog is van Roland Bergkamp. Hoe mooi wil je de kansen hebben? Eerst voor Kwasten en daarna voor Bergkamp. Ze missen allebei en dus blijft het 0-0. Januari 2011. Toen won RKC voor het laatst van Eindhoven. 4-1. Twee goals toen van Roald van Hout. Die later nog bij Eindhoven ging voetballen. Hier is Kabangu. Kabangu wurmt zich langs een aantal spelers. Waar is de bal? Nou, dat lijkt niemand te weten. En uiteindelijk gaat die bal niet op het doel, maar van het doel. Zo krijgt Eindhoven ook kansen. Maar is ook Eindhoven slordig in de afwerking. De Schilder. Eindhoven trouwens zonder Augustin Loof. Centrale verdediger op de bank. Voorzet, kopbal, Vaassen met de redding. Daar was Wilfred van Leeuwen met zijn ploeg Eindhoven dicht bij de openingstreffer. Drost, de man van 1-1 tegen Jong Ajax maandag. Moet nu weer terug naar achteren. En dan maakt Kwasten toch een overtreding. Maar de aanval gaat door. Daar is de voorzet. En is dit dan de 1-0? Daar lijkt het wel op. Maar Kabangu wordt teruggefloten wegens buitenspel. En is dat ook zo? Het is heel moeilijk te zien. Maar waarschijnlijk is dit correct van Edwin van der Graaf. En dus heeft hij weer pech. Wilfred van Leeuwen. Green. Lammers. Bal diep. Daar is een invaller. Dylan Seys. Het grote talent. Vorig seizoen nog FC Twente, maar die wil het dan alleen doen. En zo lijkt deze wedstrijd een van de vele Brabantse derbies in de Super League dit seizoen in een gelijkspel te eindigen. Of komt de thuisploeg hier nog een keer? Rienstra. Bal terugleggen. Nou, dan moet er een keer een bal richting het doel ook natuurlijk. Er is nu wel ruimte voor het schot en er komt ook een schot. Dat scheelt niet zo heel veel hoor. Het is opnieuw Dylan Seys, de Belg. De hoekschop dan. Wordt matig weggewerkt. Noël de Grauw. En opnieuw scheelt het heel weinig. De Grauw wil dan een hoekschop. Die krijgt hij niet, maar wel iets anders. Van scheidsrechter van de Graaf. Wegens protesteren. In de slotfase dan Horsten. Met een voorzet, die wordt teruggebracht. Eerst gemist en daarna helemaal gemist. Zelfs door Dennis van Varenberg. Hoe mooi wil je ze hebben? De invaller van FC Eindhoven, oog in oog daar met Etienne Vaassen. En dat had de 1-0 voor Eindhoven moeten zijn. In de extra tijd komt Eindhoven nog één keer met Van den Bomen. Horsten, lage voorzet, Van den Bomen, nee. Carlone, ja, die wel. Alessio Carlone scoort alsnog in de extra tijd 1-0 voor FC Eindhoven. Feest wordt niet op een helemaal jovele plek gevierd voor de fans van RKC. Maar het is wel een hele belangrijke. Bij toeval, de bal voor Carlone, die staat wel vrij hoor. En die schiet hem fraai binnen. En zo wint Wilfred van Leeuwen en zo wint ook FC Eindhoven voor het eerst dit seizoen. En dat wordt gevierd.